Ik wil haar graag heten. Uiteraard onze held van leven, de hond Nora. Samen met de familie Stark. Die hond heeft iets heel bijzonders gedaan. En dat, omdat dat in de praktijk heel bijzonder kan zijn en ook zelf mensenlevens kan redden, bij het melden van rook, hebben we er toch even aandacht aan besteed. En dan zei in een onbewaakt moment, dan moet Nora een lintje hebben. Nou, en belofte maakt schuld. Vandaar dat we hier vanavond bij elkaar zijn om daar enige aandacht aan te besteden. En wil hem hier ook de oorkonde overhandigen als gouden rookmelder van de gemeente Leeuwen voor de hond Nora. Nou denk ik dat de hond denkt van ja, wat moet ik met zo'n lijstje? Doe mij maar een lekker bord. Vandaar dat dit voor Nora. De maatregelen in de vorm van rookmelders installeren, maar we hadden het al over grote rookmelder. Ik ga vragen of u op die knopje wil gaan drukken. Ik weet niet of u het allemaal hoort, maar in plaats van dat de rookmelder begint te piepen. Serieus aangelegenheid. Geen weet niet dat als je in de stad. Misschien kun je haar Pitty noemen. En een rookmelder op vier pootjes. Toen het een beetje in die sfeer kwam. Toen zei ze, laat mij maar weer terugkeren naar de anonimiteit.